Nou, dit is mij toch ook wat. Ik dacht dat ik klaar was met de MH17. Ik heb dat helemaal besproken. Ik zal het er eventjes heel kort bijpakken voor degenen die dat niet weten. Maar ik heb een YouTuber-kanaal. En dit is dan mijn eigen account. Dan kan je gewoon aan de binnenkant kijken. Maakt ook geen donder uit. Maar dan heb ik dus hier. Dit was de laatste, dacht ik. En dat ging over kamerstuk nummer 2014-Z14098. Oftewel, hè, want als je wil weten hoe het precies in elkaar zit, 2DIE. En 2DIE, op zijn Engels heet dat To Die. En dit document wat ik hier bespreek, dat is van, ik zal even heel kort erbij pakken. Duurt echt geen seconde en jullie zijn toch razend benieuwd wat er met 200 van jullie landgenoten is gebeurd. Laat staan die anderen die geen Nederlander waren. Dat is toch ook een beetje lullig. Hè? Je bent er weliswaar geen Nederlander, maar je bent wel dood. En je familie vindt het waarschijnlijk ook niet leuk. Nou, dit document wat ik besproken heb was van 15 augustus 2014. Maar er is dus nog een document opgedoken. En dat heb ik te danken aan een goede vriend van mij. En die heeft mij een commentaar gestuurd, maar waar kan ik die nou vinden? Even kijken hoor. Community? Denk het wel. En hij heeft dus, ja, hij zit hier wel een beetje te schelden. Hoerenmoeder. Een beetje, en de digitale toiletkrant. Ik vind het wel mooi, ja, ik vind het wel poëtisch. Kun je het goed lezen? Die jongen die kan goed muziek maken, die weet wel hoe die moet typen. En het is ook heel mooi gebruik van vet lettergebruik. Dat The Guardian citeert. Ja, je kan het gewoon zelf nalezen op perisave.nl. En hij stuurde mij deze link. En ik ga nu alvast eventjes, ik heb al even gekeken wat hier dan in staat. En dan ga ik hem nou gewoon even downloaden. Dat duurt echt helemaal niks. Oh nee, wat is verkeerd? Sorry. Zo moet ik hem doen. En dan gaan we hem eventjes inkijken wat erin staat. Ik heb al even gelezen. En dat is echt. Zie je, ik heb die map MH17 had ik dus al gedelete. Moet je nagaan. Dan moet ik hem opnieuw aanmaken. Shit. Hebben we dat ook nog? Ik denk ik net van die map af te zijn. Ja, iedereen denkt wel, oh, Perry heeft een Apple, met hem gaat alles goed. Ja, ben jij gek, joh. Ik kan ook zeuren, hè. Ik kan niet zo heel goed Surinaams, maar ik kan wel zeuren. You believe me. Oké, dan zijn we nu weer thuis. En dan krijgen we nu dat hele vervelende gedoe met dat je twee pagina's krijgt. Eerst krijg je één pagina. Ja, precies, ik wil enkele pagina. Kijk, dit is dus de, oh, weg jij. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Dit is een rapport dat is opgesteld op, ik zal even inzoomeren, 8 april 2015. Dat is dus, want dat andere was uit augustus 2014. Het is nu naar april, dus het is augustus tot en met december is 4, dus 8 maanden ongeveer. Ja, mijn eerste indruk is, het is een keurig rapport. Heel mooie tintengebruik. En ook lijnen erin. Dit heet grafische vormgeving. Hè. Hierboven zie je dan die vluchtroute. Maar dit is nog een vluchtroute. Dit is waarschijnlijk de vluchtroute. Oh, wacht eens eventjes. Oh, nee, ik snap het al. Kijk, dat ene vliegtuig kwam van links. En het andere vliegtuig, wat je hier ziet. Maar daar hebben ze op een of andere manier, klopt daar iets niet.
Ik mis daar een stukje vliegtuig. Of, oh, wacht even. Of hoe zit het nou? Nee, wacht even. Kan het ding nog fucking opzij? In mijn computer dan, hè? Oh, ik snap het al. Nee, kijk. Dit, dus hier rechts. En mijn Mac krijgt hier heel erg... Ik word helemaal zenuwachtig. Wacht even. Deze moet ik hebben. Kijk. Deze hier. Hè? Die is een stuk van zijn staart kwijt. Zie je dat? Dat is niet handig voor een vliegtuig. Want die heeft in principe zijn staart nodig. En hoe kan dat nou? Nou, dan moet je gewoon even kijken wat er gebeurd is. Dus hier links zit een vliegtuig en die heeft nog wel zijn staart. Met dit vliegtuig is niks aan de hand. Het is dit vliegtuig waarvan dat stukje ontbreekt. Ja. En hoe kan dat nou? Nou, dat zie je hieronder bij de vliegroutes. Die ene vliegroute die ging dus zo. Die ging dus van daar, ik geef een rechthoek tekenen voor het gemak, maar die ging van links naar rechts. Oh, en dat pakt weer van rechts. Ja, maar goed, en die andere ging van links. Ja, de ene ging van rechts naar links en de andere van links naar rechts. Ja, oké. Dus dit vliegtuig vloog gewoon op het verkeerde moment precies door die vliegroute. En toen is dat andere stoute vliegtuig is daar doorheen gevlogen. Ja, het zou kunnen. Dus of dit is een tekening van een bukraket. Maar dat, volgens mij een bukraket die explodeert. Die doet poef. En die kan, die kan dus wel zo'n ding eraf raggen, dat geloof ik wel. Maar ik geloof niet dat een bukraket daarna nog met zijn vleugeltjes en zijn staartje en hoe heet dat ding ook weer wat er bovenop zit. Maar dat hij dan nog veilig thuis komt. Voor zijn volgende missie. Want we hebben pas maar ja, 200 Nederlanders. Je moest eens weten hoeveel Nederlanders er zijn. Is het 0,1 promiel of zo? Maar ik zeg het maar grappig. Ik sta er gewoon bij stil. Ik vind het gewoon belangrijk dat je beseft dat... Kijk, dit is de grafische vormgeving. Dat je mooi van die... allemaal stippeltjes. En heb je hier van die dikke stippeltjes. En jullie denken natuurlijk gelijk. Samen met mij. Want jullie zijn net zo slim als ik. Wat doen dan die dikke stippeltjes daar? Nou, die doen er helemaal niks. Dat slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, het gaat om deze stippeltjes. En die doen er ook niet toe. Nee, dit was gewoon een voorbijganger. Kijk, deze, die had er niks mee te maken. Kijk, dit vliegtuig is onschuldig. Dat kan niet anders. Hè? Maar van dat... Dit is echt... Maar dat is mooi erom lachen. Maar dit vliegtuig kon er niks aan doen. Die vloog gewoon toevallig voorbij. En die kon ook niet door deze, door dit vliegtuig, kon die niet gepakt worden. Want hij was al voorbij de vliegroute van deze. Want deze ging zo, die kwam hier vandaan. En ging helemaal naar boven toe. Maar deze bukraket, die was dus te laat om... Ja, wat zat er hier dan in? 400 Duitsers of zo. Maar dit vliegtuig had er niks mee te maken. Die is niet verantwoordelijk voor het feit dat dit vliegtuig een stuk van zijn staart kwijt is. Ja, en hoe is dat gekomen? Nou, dit is een mooie verklaring. En die grote stippen, ik denk dat dat slaat, dat dat een heel groot vliegtuig was. Maar ja, welk vliegtuig dat nou was, hè? Ik zeg even een klein dingetje, maar deze dikke stippen, dat was een vliegtuig en die is er zo gevlogen. Hè? En ja, oh, wacht eens eventjes. Want je kan wel zeggen dat dit vliegtuig, die staart losgemaakt heeft van de rest van de romp. Maar dat was misschien wel dit vliegtuig met die dikke stippen. Ja, we weten het niet. Maar we komen er wel achter, hoor. Want er is namelijk een toezichtsrapport uitgebracht. Naar aanleiding van de crash. Het neerstorten, zou ik dan zeggen. Naar aanleiding van het neerstorten van vlucht MH17. Een crash, ik weet niet wat een crash is. Een car crash. Beurscrash. Naar aanleiding van het neerstorten van vlucht MH17.
de rol van de algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst en de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst bij de besluitvorming rondom de veiligheid van vliegroutes. Ja, ik heb liever dat Schiphol daarvoor zorgt. Schiphol verdient zich helemaal scheel aan die tax-free, ze verkopen daar. Big business. Dan mag je toch ook wel even zeggen tegen de passagiers, u gaat nu inchecken op vlucht nummer zoveel en die gaat over oorlogsgebied. Dat je de passagiers gewoon de keuze geeft. Van iemand neemt het risico of niet. Dat is niet gebeurd. Tenminste, ik heb daar niks van in de krant gelezen. Nou, er is dus een commissie toezicht. En er staat hier, commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. En die hebben dus tot nu toe, ik weet niet hoe lang ze al bestaan, maar ze hebben dus, dit is het 43ste rapport. Dit is mijn 91ste nieuwsuitzending of zo. Tenzij ik hem even doorschuif. Maar ik zit al tegen de 100. En dit is hun 43ste rapport. Want hoe zit het nou? Er is een vliegtuig opgestegen van Schiphol. En dat vloog over een oorlogsgebied. Alsof er niks aan de hand was. En daarvoor waren er al militaire vliegtuigen uit de lucht gehaald. Dat was bekend. En dat is doorgegeven aan onze overheid. En desondanks hebben ze er een vliegtuig overheen laten vliegen. Ja, en zij zullen misschien zeggen, ja, maar het waren hele stoute Nederlanders hoor. Ja, dat zal wel. Maar wat is er nou gebeurd? Nou, dit is echt een mooi rapport. Eerst is samenvatting. En het bestaat uit drie delen. Wacht even. Oh, wacht even. Nee, hoe zit het nou? Samenvatting. 1, 2, 3. Lezen jullie even met me mee? Met mij mee. Inhoudsopgave. Het eerste. Oké, de samenvatting is gewoon alleen maar dit. Ja, oké. En dan krijg je dus de inleiding. Oké, dus dat is logisch. Dat kan. Geen probleem. Pakken we de samenvatting vandaag nog even. Het zal vast fantastisch zijn. Dan krijg je daarna een inleiding. Dan de opzet van het onderzoek. Het juridisch kader, overleg, structuur en informatieuitwisseling, het kennisniveau van de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst en de algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst voordat het vliegtuig neerstortte. Wat was het kennisniveau? Och, dit wordt vast heel erg leuk. Hebben ze als eerste leeswijzer. Oh, daar wordt lachen zo dadelijk. En dan krijg je de conclusies. En na de conclusies de slotbeschouwing. En dan de begrippenlijst. Die wil ik eigenlijk vandaag nog eventjes met jullie gaan doen, hoor. Maar dit is dan de samenvatting. Dit is de samenvatting. Wat even, joh. Oké, en dan krijg je hier de inleiding. Het is allemaal heel erg duidelijk. Nou, dan gaan we beginnen. We lezen gewoon lekker voor. En kijken wanneer ik moet gaan lachen. Dan krijg je eventjes een soort internetstoring of zo. Maar de commissie van toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dat weet je nu dus. Er is een commissie die houdt toezicht daarop. Dat is mooi. En het zijn er maar twee trouwens. De MIVD en de AIVD. Kennelijk moet je daar toezicht op houden. Ik zou zeggen, ja, stop ze gewoon bij elkaar. Maar scheelt je een toezichthouder. We hebben dus twee inlichtingen en veiligheidsdiensten. En die commissie die daar toezicht op houdt, die heeft dit rapport
opgesteld en het is hun 43ste verslag. De Onderzoeksraad voor Veiligheid. De vraag is dan waarom dit onderzoek? Nou, dat lijkt me nogal wie dus. Er zijn 200 Nederlanders dood. En ja, wie heeft het gedaan? Dat wil je toch weten? Dus het antwoord is, nou, er zijn er 200 van ons dood. Dat antwoord krijg je niet. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt deze afkorting sla ik af. En dit is ook weer, dit is weer heel anders dan in het rapport van de MH17 van de Kamer. Die mensen, die moeten echt een secretaresse nemen. Gewoon, dan neem je gewoon een lekkere secretaresse, een brunette met intelligente lichaamsvormen. Hè? Die ook wel een keer mee wil. En zo'n meisje is gewoon een paar jaar naar Scheidegge geweest of zo'n andere instantie. En die kan tenminste Nederlands. En dan mag zo'n eikel mag gewoon typen wat hij wil. Met zijn kook doorgesnoven neus. Oren, sorry. Ik wil niet beledigend zijn. Maar, hè, het is OVV met allemaal hoofdletters. Of het is hoofdletter O, kleine letter V en een hoofdletter V. Ik ga die andere uitzending er niet bij halen. Maar de slordige taalgebruik hier, dat komt me echt de neus uit. Ik vind het heel erg slecht voorbeeld voor ons. En ik doe het nu toch, want ik zit niet in de kroeg. Maar Johannes 1, vers 1. In den beginne was het woord. En het woord was God. En dat was bij God. Het is wel de bedoeling dat we correct Nederlands schrijven. Als je Nederlands schrijft, of je gaat Swahili's lullen. Of is dit Mokroïniaans of zo. Want je zegt maar wat. Kleine letters, grote letters, tussen haakjes, maakt niet uit, kommaatje erbij, haakje te veel. Het gaat erom dat je gewoon 19 pagina's vol krijgt. En dan hier hebben we nog effing heel veel pagina's. Het is heel erg. Even kijken hoeveel dit is, maar dat is. Dit kan ik toch niet allemaal gaan voorlezen. Het is 38. Dat zijn ze twee keer zoveel als dat kamerstukrapport. Oh, hier moet ik echt iets heel erg leuks van maken. Want daar kan je tenminste een beetje om lachen. Kijk, er zijn geen problemen, er zijn alleen maar uitdagingen in het leven. Moet je gewoon niet moeilijk over doen. Hè? Nou, op verzoek van die ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie heeft de Commissie van Toezicht. Ik ga even terugschakelen. Naar mijn tekstmodel. Ja, kan ik jullie laten zien wat ik voorlees. Op verzoek. En dan staat hier weer aan de OVV aangeboden. Oké, ja. Nou, dat is leuk. Dus dit rapport is dus, waarom dit onderzoek? Nou, zegt de commissie, wij werden daarvoor gevraagd door twee ministers. En die ene was van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En die andere minister, die was van Defensie. En die vroeg aan ons, wil je daar even onderzoek naar doen? En op 10 april 2015 hebben wij gerapporteerd. Even kijken hoor. Maar wanneer zijn ze dan gevraagd? Kijk, dit was de datum van het neerstorten. En wanneer zijn ze dan gevraagd? En op 10 april 2015 waren ze daarmee klaar. Oké. Wat hebben wij onderzocht? Even kijken. Hier is het plotseling wij. Je zou eigenlijk mogen staan, wat heeft het CTIVD onderzocht? Wat heeft het CTIVD onderzocht? Het rapport richt zich op de beantwoording van de volgende vragen. Oké. Hebben de diensten, dat zijn die twee dus, de algemene en de militaire, inlichtingen en veiligheidsdienst. Hebben die twee diensten een wettelijke taak, nou woord wettelijk mag weg,
hebben de diensten als taak te zorgen ook voor de veiligheid van Nederlanders die naar het buitenland vliegen. We hebben allemaal wel eens gehoord op tv dat vanwege de onlusten in Indonesië wordt aanbevolen om daar niet op vakantie te gaan. Dat was dus. Is dat zo? Of is dat onzin? Hoe ziet de formele overlegstructuur tussen de twee diensten en de partijen in de burgerluchtvaart over veiligheidskwesties eruit? En welke informatieuitwisseling vindt hier plaats? Kijk, die mensen op Schiphol hadden moeten zeggen: jullie vliegen over een heel gevaarlijk gebied en hebben net binnengekregen over de fax of via een sms. Of, dat is nog beter, want in deze tijden, het is een heel mooi idee, dat heet internet. En dan maak je een website en dan kan je eventueel accounts voor aanmaken. Niet alle informatie mag iedereen weten natuurlijk. En dan zet je gewoon je info erop. En klaar. En dat had er al lang moeten zijn. Wat mij betreft had dat er al lang moeten zijn. En informatieuitwisseling. Ja, welke informatie wil je uitwisselen? Als je weet dat er in een gebied oorlogshandelingen plaatsvinden. En ze hebben daar luchtafweersystemen. Ground to air missiles. Nee, surface to air, moet je zeggen. Surface to air, SAMs. Er is een gebied en hebben ze SAMs. Is het de taak van onze inlichtingen en veiligheidsdiensten om zoiets aan ons te melden als ze kunnen weten dat wij daar mogelijk overheen gaan vliegen? Kijk, wij, die inlichtingendiensten, die mogen begrijpen, zij leven van onze BTW. En als er straks geen Nederlanders meer zijn, dan betalen die ook geen BTW meer. Dus je moet een beetje oppassen met het neerhalen van Nederlanders. Jij als veiligheidsambtenaar. Want wie wil je nog beveiligen? En als je niet eens doorgeeft, terwijl je er gewoon helemaal van op de hoogte was, dat daar luchtafweersystemen stonden. Daar was je over geïnformeerd namelijk. Dat stond toen in de krant. Of op nujij.nl of nu.nl. En omdat de diplomatieke betrekkingen met de Oekraïne, die lagen zo gevoelig. Toen dachten wij van, wauw, we houden dit even onder de pet. Dus de formele overlegstructuur tussen de AIVD en de MIVD en de burgerluchtvaart. Dat ze de Schiphol bellen. Iemand van de AIVD of iemand van de MIVD belt hij dan Schiphol en zegt: Joris, je spreekt met Karel, ik heb net wat gehoord. Ik stuur je een kaartje op en dan ga ik met een rode pen even aangeven. Dat kunnen die ambtenaren gewoon, want die hebben een scanner. Echt hoor, die hebben gewoon scanners. Dus die maken gewoon met Google Maps eventjes een printje van de Oekraïne. En dan gaan ze gewoon even met de rode pen overheen. En dan maken ze een JPEG van. En die sturen ze per e-mail. En dan zeggen ze tegen die Schiphol-ambtenaar van: hier dien je geen vliegtuigen overheen te laten vliegen, want dat is gewoon te gevaarlijk. Al is er maar een kans van 10%. Zo'n kans neem je toch niet? Wat wisten die twee, wat wisten de algemene en de militaire inlichtingendiensten, die twee diensten, voor het neerstorten over de veiligheid voor civiele vliegtuigen boven het gebied? En hebben zij deze informatie met externe partijen gedeeld? Ik moet me even arresteren, hoor. Anders snap je niet waar ik ben. Maar dit klopt niet. Die vraag klopt niet. Hier had moeten staan: wisten jullie meer
dan degene die zeggenschap hadden over vliegroutes. Hebben jullie informatie achtergehouden? Dan ben je eerlijk. Wat zijn onze conclusies? Nou, dit klopt op zich niet, want de conclusies die komen nog. Maar misschien dat mag wel in de samenvatting. Dat zou kunnen. Hierna volgen de hoofdlijnen en belangrijkste conclusies van het rapport. Ja, dat mag je van mij overslaan. Wat zijn onze conclusies? Wat heeft de CTIVD... Wat is de conclusie van de CTIVD? Hierna volgen de hoofdlijnen... Ja, bla bla bla. Dan krijg je vraagnummer hieronder. Slaat dit op. Dus een hoofdlijn en een belangrijke conclusie van de commissie toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten is dat ze een vraag hebben. Hebben de diensten een wettelijke taak voor de veiligheid van buitenlandse vliegroutes? Nou, dat hebben ze onderzocht. In eerste instantie niet. En later gaan ze zeggen van wel. Hier, niet en wel. Ja, is het nou niet of is het nou wel? En welke eikel heeft die informatie achtergehouden? Hoe heet die vluchtleider of zo, die medewerker van Schiphol? Wie was er toen in dienst? Wie heeft het vluchtplan goedgekeurd? Of vindt er geen goedkeuring plaats van vluchtplannen? Is dat soms zo bij Schiphol? Is daarom de whisky daar zo tering duur? Tenminste, niet als je tax-free koopt, maar als je in de bar best duur. Is het daarom zo duur? Ze maken niet eens, we hebben geen geld om vluchtplannen te beoordelen, goed te keuren. Ben jij gek? Je bent een piloot en je zegt, ik ben van Avasia Airlines uit Timbuktu. En ik wil nu weg. Ik heb 60 man bij me. Ja, doeg. Dat is echt niet zo. Geloof me maar. Vliegroutes boven Europa, boven Amerika, maakt niet uit, maar in ons geval Europa. Dat zijn nauwkeurig uitgelijnde gebieden. Hele computers weten dat allemaal. Mag je door de ene tunnel of door de andere tunnel? Nou, deze veiligheidsbevorderende taak van de AIVD is geen zelfstandige onderzoekstaak. De AIVD hoeft het niet in zijn eentje te doen. Nee. Dat dacht ik ook. Ja. De taak is erg opgericht. Oh, dit is erg. Hè. De taak van de inlichtingen en veiligheidsdiensten is een bijdrage te leveren aan de bevordering van de bescherming van belangrijke en kwetsbare onderdelen van het maatschappelijk leven in Nederland. Precies. Zoals het kippenhok van koning Willem-Alexander. Waar die kippen in zitten. Straks komt er een vos en die pakt een kip van koning Willem-Alexander, terwijl die zou willen klaarmaken voor het kerstdiner van koningin Maxima. Dat zijn belangrijke en kwetsbare onderdelen. Wat zijn dat dan? Dit gebeurt aan de hand van de al verzamelde informatie in onderzoeken onder de veiligheids- en inlichtingentaak. Mooi. Ja, dus... Je hebt de veiligheids- en inlichtingentaak.
En die heeft, is in twee vormen. Namelijk algemeen, dat is AIVD. En militair, dat is MIVD. Dus, en ze hebben natuurlijk geen andere taak dan veiligheids- en inlichtingentaak. Dus, onze twee teams werken op basis van informatie. Zo, dat is mooi. Voor hetzelfde geld, en dat heb je ook meegemaakt in Argentinië en in Rusland en ook in Amerika hoor. Maar daar zuigen die mensen gewoon iets uit hun duim. Die hebben geen informatie, die zuigen gewoon wat uit hun duim. Oh, in de tijd met die katholieke inquisitie. Dat was ook zo'n leuk idee. Hè? Dat was gewoon uit je duim zuigen. Dus als je in die tijd een grote duim had, nou, dan werd je rechter en onderzoeker en rechercheur en was je gewoon inquisitor. Nou, dus tegenwoordig is die tijd voorbij. Dus, het gebeurt nu aan de hand van, en dit zal, ik vind het een rare term hoor. De al verzamelde. Wat is de al verzamelde? Ik weet het echt niet. De tot op dat moment. Want alle. Al, dit gebeurt aan de hand van. Alles wat we maar hebben. Ja, dat zou mooi zijn. Om ons werk te kunnen doen. Ter invulling van deze taak. Hè, om ons werk te kunnen doen. Kan van de A-kant van de inlichting- en veiligheidsdiensten worden verwacht dat zij een bijdrage leveren aan een goede informatievoorziening van de Nederlandse luchtmaatschappij. Even kijken. Een goede informatievoorziening van. Sorry, maar die luchtvaartmaatschappijen die bepalen dat vluchtplan. Die moeten toch informatie krijgen? Deze. Dat je die bel geïnformeerd, ja, dat vind ik ook goed hoor. Ik vind het ook best dat de AIVD eventjes belt met Brussel en zegt van er staat een vlucht van jullie geboekt. Ik zou het niet doen. Kijk, wat kost zo'n telefoontje? Of een e-mail? Maar de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, die moeten toch op de hoogte worden gehouden, of niet? Of hebben wij graag van die leuke drama's op tv? Dat de A2 vanaf Eindhoven wordt afgezet. En dan moet je de A27 naar Hilversum of zo. Ze gingen toch niet over de A28? Nee, ze hebben de A27 gepakt. Want als ze vanaf de A2 de A28 hadden gepakt, hadden ze ook kunnen doen trouwens. Want dan kom je Hilversum Noord binnen. Ik heb dat vaker gedaan. Maar ze hebben toen de A27 helemaal afgezet. En de A2. Iedereen blij, allemaal op de brug staan, op de viaduct. Mooi kijken. En dan gaat het mij om het woordje van. Een bijdrage levert aan een goede. Dit goede kan er ook uit. Van de A-kant van de IVD, van de algemene. Inlichting en Veiligheidsdienst wordt, want hier staat kan worden, hè? Maar de taak van de AIVD is dat ze ervoor zorgen dat ook Nederlandse luchtvaartmaatschappijen goede informatie krijgen.
Ja, waar hebben het over? Het is door inlichtingen en veiligheidsdienst. Maar inlichtingen voor wie? Worden de inlichtingen die de algemene inlichtingen en veiligheidsdienst inwint op onze BTW-gelden en accijns en verkeersboetes, parkeerboetes, zeg het maar. Je belt je tante in de auto en het kost je 180 euro. Daar wil je toch wat voor terug, of niet? En wie krijgt die info dan? Krijgt die info ook, wordt die info ook ter beschikking gesteld aan Nederlandse luchtvaartmaatschappijen? En trouwens, het was helemaal geen Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Dit is ook weer een leugen. Want er was een Maleisische luchtmaatschappij. Dit wordt erg. Dit is een leugen. Het was een Maleisische club. Dus hier, de Nederlands gaat het dus helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. De vraag is hier, als er Nederlanders op reis gaan en zij dreigen te gaan vliegen over een oorlogsgebied, verstrekken jullie dan informatie aan betrokkenen? Of houden jullie dat onder de klep? Zo ja, waarom? Ik ben op de katholieke universiteit geweest. Ik heb met de jezuïeten omgegaan. Ik hou van logica, namelijk. Maar het moet wel logisch blijven. Anders heb je er toch niks aan. Dit omvat twee aspecten. Dus het zorgen, dus als er Nederlanders in een vliegtuig dreigen te gaan stappen, wat dreigt te gaan vliegen over een gebied met SAM's, Surface to Air Missiles, waarvan recentelijk nog een, dat was een militair vliegtuig weliswaar, maar die is uit de lucht getikt. En dan ga je dan die Nederlanders vertellen dat ze gevaar lopen. Of denk je, Nederlanders, bedankt voor je BTW. Maar ik heb geen zin om eventjes te gaan bellen met Schiphol. Ben jij gek? Ben ik straks mijn baantje kwijt? Moet ik schoonmaker worden of zo? En het antwoord is dan, enerzijds en anderzijds. Vroeger was dit een grap. Kan het nou? Dit is gek. Als ik hier een dubbelklik geef, dan krijg ik maar één woord. Als ik daar een dubbelklik geef, kijk maar. Nee, ik kan niet anderzijds. Hier staan geen spaties. Oh, raar. Enerzijds, en dat is op initiatief van de A-kant. Van de A-kant wordt verwacht dat informatie die duidt op een concrete dreiging tegen de burgerluchtvaart in het buitenland. Dit ga ik eventjes zo dadelijk. Zo spoedig mogelijk wordt gedeeld met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen of de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid. Dat is ook zo'n fijne vent. Die heeft ook lekker meegewerkt hoor. Die had het gelijk in de gaten. En het tweede antwoord is anderzijds op initiatief van de belanghebbenden. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Ik zou zeggen Schiphol. De verkeersleiding van Schiphol. De verkeersleidingen in het algemeen. Dat tegen die jokers wordt verteld. Ja, sorry jongens, maar daar kan je echt voorlopig niet overheen vliegen. En je maakt maar een ander vliegplan.
Vliegtuigen vliegen niet in een rechte lijn, als je dat soms dacht. Echt niet. Vliegtuigen zigzaggen. Ze zigzaggen van radarstation naar radarstation. Want die piloot, als die een motorstoring krijgt, dan kan hij zich verantwoordelijk voelen voor die 300 man die achter hem zitten. Maar hij voelt zich ook verantwoordelijk voor zichzelf. Dus die piloot die wil in beeld blijven. Die wil altijd in beeld zijn. De hele tijd gaat die piloot bellen met de toren van... Zie je me nog? Zie je me nog? Hoe hoog denk je dat ik vlieg? Je moest eens weten wat er mis is gegaan in gewoon vliegtuigen. De eerste straalvliegtuigen die zijn midden in de lucht. Want zo, dat zal je maar overkomen. Maar als niemand weet waar je bent... Dat is niet zo leuk, hè? Dus die piloten moeten, of die vluchtplanleiders, dinges, een of andere toezichthouder, die moet gewoon een ander zigzagje maken. Maar je moet toch zigzaggen. Dus of je nou linksom zigzagt of rechtsom zigzagt, dat maakt geen donder uit. Het scheelt helemaal niks. Die kerosine, dat zijn de kosten niet. Veilig thuiskomen, dat is wel belangrijk. Die Nederlandse luchtvaartmaatschappijen doen er dus niet toe. Zij kunnen de AIVD bevragen over bijvoorbeeld vliegroutes en luchthavens in het buitenland. Dat is mooi. Wat staat hier? Jeetje, er is een nummer van de rachende mannen en het heet... Zal ik eens even lekker in je bek schijten? Poep in je hoofd. Poep in je hoofd. Dus de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, dus niet de Maleisiërs. Hè? Dus buitenlandse luchtvaartmaatschappijjen, deken... Ook al zitten daar Nederlanders in. Dat maakt helemaal niet uit. Dus een luchtvaartmaatschappij wil wat weten. En dan zeggen wij dus van... ben je wel Nederlands? En dan kunnen zij de AIVD bevragen. Over twee dingen. Over bijvoorbeeld. En dan noemen ze als voorbeeld. Ze kunnen de AIVD vragen over vliegroutes. Hoezo? Kijk, hoezo weet de AIVD hoe je... Je moet een zigzaggen om van Nederland naar Maleisië te komen. Je kan niet in een rechte lijn gaan vliegen. Dat is niet haalbaar. Station to station. Zo vlieg je. En de AIVD die gaat vertellen van... dan moest er gewoon van hier naar door vliegen hoor. En de luchthavens. Dus je bent een piloot en je hebt zoiets van, ik ga even mijn baas vragen van mijn Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Waar ligt precies de luchthaven van Ibiza? En dan gaat de AIVD vertellen waar die luchthaven ligt? Hè? Is dat de taak? Nee, natuurlijk niet. Dit is een onzin antwoord. Dit is gewoon je eigen fijne overheid... Waar je al die fijne BTW aan betaalt. En je parkeerboetes. Ik snap het echt niet. Nou, en dan krijgen we dus deze. Dus enerzijds en anderzijds. Dit is al heel raar. Hè, dat ik alleen maar die hele zin kan pakken. En kijk, hier weer niet. En dit ding heb ik gewoon. Dit is gewoon een PDF. Maar hier is iets gebeurd. Ik weet niet wat hoor, maar... Ik snap het helemaal niet, deze bug. Nou, concrete dreiging staat hier ook als laatste. En hier ook. Nou, wat is een concrete dreiging?
Dat maakt mij niet uit. Als er sprake is van dreiging en ik heb een Kalasjnikov aan mijn rug hangen en ik heb een paar stevige schoenen aan en ik heb een sjaal heb ik om en in mijn rugzak daar zit iets van een stukje zeil en wat touw, zakmes en een flesje whisky of zo. Kijk, dat doe ik als ik een concrete dreiging zie. Maar er was hier geen sprake van een concrete dreiging. Er was hier sprake van een concreet risico. Het risico was concreet. Dat was concreet. En niet een concrete dreiging. Er is niet meegedeeld van... Ze gaan vlucht MH17 neerhalen, hoor. Dat hebben ze helemaal niet gezegd. Ze hebben wel meegedeeld dat er sprake was van een concreet, van een risico. Want het woord concreet slaat ook nergens op. Hè? Maar hè? Ze wisten dat er een risico was. Want er was een oorlogsgebied en er was een militair vliegtuig neergehaald. Dat wisten ze. En dan een concrete dreiging tegen de burgerluchtvaart. En dat maakt natuurlijk ook helemaal geen donder uit. In het buitenland. Bijvoorbeeld het neerhalen van een vliegtuig. Zo spoedig mogelijk wordt gedeeld... Met de... Nou, ik ben het echt kwijt. Wat is een concrete dreiging tegen de burgerluchtvaart? Bijvoorbeeld het neerhalen van een vliegtuig. Ja, wat voor meer concrete dreigingen kan je eigenlijk verzinnen? Ja, er is een film gemaakt. Een hele grappige. Die heet iets van Airplane of zo. En dan krijg je een ramp op een vliegtuig omdat er voedselvergiftiging optreedt. Best grappig. Dus bijvoorbeeld het neerhalen van een vliegtuig of voedselvergiftiging bezorgen aan de passagiers. Ja, wat moet je dan meer doen? Hoe moet je een vliegtuig... Oh, je kan het kapen. En dan zeg je tegen al die passagiers denken van... Ho, ik dacht dat ik naar Kuala Lumpur ging. En dan eindig je ergens in Bagdad. Ja, dat is ook kloten. Maar daar ga je niet dood aan. Dus enerzijds op initiatief van de AIVD. Wij vinden dat als wij weten dat er een vliegtuig met Nederlanders, met name met Nederlanders, uit de lucht gehaald kan worden... Dan zeggen we dat onmiddellijk tegen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Of. Waarom staat die of? Dan kiezen wij. We zeggen het direct. Niet tegen Schiphol, maar gewoon tegen de KLM. En wat hebben we nog meer van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen? Of. De NCTV. Dat is mooi, man. Dat vinden ze dus. Ja, dan krijg je dus die andere, we hebben het nu gehad over de algemene IVD en dan de militaire IVD. Kan worden verwacht. Ik lees hem nog even voor en dan ga ik hem vertalen. Ook van de MIVD kan worden verwacht dat informatie die wijst op een concrete dreiging tegen de burgerluchtvaart in het buitenland zo spoedig mogelijk wordt gedeeld met de NCTV of de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Dit volgt uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Oh.
het tweede team zorgt ervoor dat wat ze weten en waarvan ze weten dat er een gevaarlijke situatie is. Het tweede team zorgt ervoor dat als ze op de hoogte zijn van een gevaarlijke situatie, dat ze dit onmiddellijk, zonder middelen, van een sms, foontje, e-mail, fax. Desnoods stuur je gewoon je secretaresse, die lekkere brunette, die geef je gewoon een paar brieven mee. En hop, op de trein. Jij. Zo snel mogelijk. Onmiddellijk wordt gedeeld met de coördinator, want dat is die C is dus de coördinator, of de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Ja. Dus de militaire tak, die kiest ook maar wat. Ja, soms doen we dan de coördinator inlichten. En soms denken we, ja, de coördinator is dronken. Zo. En dan gaan we maar direct naar beneden doorbellen. En dit volgt uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Nou, behoorlijk bestuur. Ik weet iets van geschiedenis, maar noem mij één die behoorlijk was. Behalve King James. Koning Jacobus, dat vind ik nog wel een goede klootzak. Koningin Elisabeth, die kon er ook wat van. Vind ik dan. Ik ken die mensen niet persoonlijk, want ze zijn al honderden jaren dood. Maar heb ik het verder gezien? Nou, echt, ja. Echt niet hoor. Ik niet. Hoe ziet de formele overlegstructuur tussen die twee partijen? Wacht even hoor. Tussen de A en de M en deze N had hier niet hoeven staan. Hoe ziet een formele... Nee. Ik lees hem even voor. Hoe ziet de formele overlegstructuur tussen de AIVD en de MIVD en de partijen in de burgerluchtvaart over veiligheidskwesties eruit? En welke informatieuitwisseling vindt hier plaats? Oké. Is er overleg? En wat wordt daar dan verteld? En op welke manier? Wat is de structuur van het overleg? Is er een voorzitter en een secretaris en een notulist en ja, die secretaresses, die brunettes met die intelligente lichaamsvormen? Hoe ziet dat eruit? Hoeveel secretaresses per AIVD'er of MIVD'er hebben ze daarover? Wat is de structuur? De AIVD en de MIVD, ik mag toch GIVD, dat is er ook heen. Ik mag toch GIVD toch wel verwachten dat de AIVD en de MIVD op 17 juli op de hoogte waren van die ramp. Ik bedoel, mijn vriend Wim, en die wordt wel genoemd Wim Kruidentuin. Dus als je hem zoekt, Wim Kruidentuin, bij Café de Wacht hier in Arnhem, even vragen. Maar die wist het donderdagavond al. Maar dat is fucking Wim Kruidentuin. Zo'n sandalenloper. Nee, geen sandalen, maar... Maar wel zo iemand met een oude trui. En die wist dat donderdagavond al. En die AIVD en die MIVD, die hebben helemaal niks. Helemaal niks. Op wat voor manier vindt dat overleg plaats? Ja, maar maakt mij dat uit? Op 17 juli hadden er gewoon jongens van ons gewoon... En allemaal al die jongens klagen van ja, maar ik heb barbecue vanavond en mijn vrouw is zwanger en zo.
En mijn oma komt langs en ik kan niet weg. Ja, je gaat toch maar weg. Je bent in dienst, lul. En je moet er gewoon naartoe en niet zeiken. En informatieuitwisseling, welke informatieuitwisseling vindt hier plaats? Kijk, er is niet zoiets als rode informatieuitwisseling en groene informatieuitwisseling. En wat is hier gezegd? En wanneer dan? Er is dus kennelijk continu overleg tussen de A van de IVD en de M van de IVD. En luchtvaartmaatschappijen, maar dan alleen de onze. Oh ja joh. En hoe lang is dat al? En nu wordt er gevraagd van hoe vaak zitten jullie te borrelen? Is dat elke vrijdag? En daarom, toen het vliegtuig op donderdag neerging, ja, zat iedereen op vrijdag bij de Vrijmibo. Ja, een beetje beteuterd te kijken. Ja, we hadden het jullie willen vertellen, maar ja, het was vorige week vrijdag dat we jullie voor het laatst zagen. En toen wisten we nog van niks. Ja, waar slaat dit op? Als ik toch, je moest het weten. Dit mag toch helemaal niet? De A-kant van de IVD-kant, van de twee teams. Dus je hebt het A-team en het M-team. En het A-team noem ik dan het eerste team. Het eerste team verricht verschillende activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de veiligheid van de burgerluchtvaart. Oh, leuk. En welke activiteiten? Oh, helemaal niks. De rol van het tweede team, het M-team, op dit terrein is beperkter. Vanwege zijn militaire gerechtigheid. Je moet het maar op willen schrijven. Ik heb het ook bij die vorige MH17 al gezegd. Van, het is een grap, het is een Engelse grap. Salmonella? Anyone? Wat is militaire gerechtigheid? Ik ken dat begrip helemaal niet. Is dat juridisch? Oh, ja joh. Oh. Sla ik stijl achterover. Ik zou niet weten wat het is. Kijk, als ik weet. Stel dat iemand in mijn bijzijn, hè, die gaat mijn dochter. Ja, dat dingen ze. In mijn bijzijn. En ik ben niet vastgebonden. En ik heb de beschikking over. Nou, ik heb mijn armen nog los, mijn benen nog los, mijn tanden zitten nog in mijn bek. Mijn bril heb ik niet nodig op zo'n moment, trouwens. Dan ga ik even zorgen voor veiligheid van mijn dochter. Ligt eraan wat je doet. Als je het niet te bond maakt, dan spreek ik je uitsluitend aan. Als je over de limit gaat, dan ruk ik je kop eraf. Ik breek je nek. Is dat militaire gerechtigheid? Nee, ik dacht het niet. Oh, militaire gerichtheid. Oh, fuck. Oh, shit zeg. Dan moet ik het helemaal uit gaan knippen. Maar dat doe ik niet. Maar het is nog steeds slecht. Wat is een militaire gerichtheid? Dat is net zo erg. Kijk, je bent ervoor om iets te beschermen. En een militair, hè, ik vind het een stom begrip hoor. Ik zie mannen hier in Arnhem waarvan ik denk, jij bent een militair. In de zin van, jij kan een beuk verkopen. Je moet je gewoon allemaal een Wolter P22 geven. En dan is Nederland veilig voordat jij Mississippi kan spellen. Een militair gaat er weg. En dan beperkter. Dus de M-tak die houdt zich niet zo bezig met het doorbrieven. Dus als de M-tak weet dat er een vliegtuig met burgers over een oorlogsgebied gaat vliegen, dan denkt die M-tak, wow, dat is de tak van de A-tak. Wij hebben daar niks mee te maken hoor, wij mogen dat in principe niet vertellen. Ja, en als die A-tak het dan niet doorgeeft aan de...
Je zei het gewoon van tevoren, is vrij spelen van je verantwoordelijkheid. En ik vind het niet erg hoor, dat je onverantwoordelijke mensen hebt, want daar sterven we van. Maar het punt is, dat zeggenschap hoort daar niet bij. En deze mensen hebben zeggenschap. Ik ben nog even iets vergeten. Zien jullie die mooie kleurtjes hieronder? Dus dat, die lijntjes en dat grijs. En, het is perfect gedaan. Prachtig hoor, dit heeft een paar centen gekost. Zelf had ik hier ronde hoekjes gemaakt. Hierboven, dus van dit stukje tekst. Van dit stukje tekst. Oh, ja. En ik hierboven. Ja. Had ik ronde hoekjes, maar zou ik gedaan hebben. Ik zou trouwens dit helemaal... Ja, dit is weer zo'n vraag. Oké, dit is een vraag. Het antwoord is dan... het A-team neemt deel aan verschillende overlegstructuren. Oké. Het A-team zit lekker te lullen. En deelt hier niet gerubriceerde informatie over dreigingen. Want mogelijke dreigingen, dat slaat nergens op. Overleg met de zogenoemde vitale sectoren. Zogenoemde vitale sectoren? Is dat een juridisch begrip? Nou, wat mij betreft mag deze hele commissie die toezicht houdt op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, die mogen met mij een jaar lang naar Schiermonnikoog. Of Engelsman plaat, maakt me niet uit. En dan geef ik ze even logica les en taalles. Wat zijn de zogenoemde vitale sectoren? Waaronder de burgerluchtvaart. Een vitale sector lijkt me ook kinderdagverblijven. Is dat de volgende die aan de beurt is? Een volgende zogenoemde vitale sector. Het platform beveiliging en publieke veiligheid. Schiphol. BPVS. Tja. Overleggen met regionale luchthavens. Oké. Dus er is gewoon heel regelmatig overleg. Dan gaan mensen van de AIVD, die gaan naar Eelde. En die gaan naar Rotterdam. En die gaan naar Schiphol. En die gaan naar Eindhoven. En waar zit er nog een? Ja. Hebben ze regionaal overleg mee? Ja, toen ze wisten dat er gevlogen ging worden over een oorlogsgebied. Ja, toen was er geen overleg. Van pech. De twee teams. Even kijken hoe ver we zijn. Dan ga ik stoppen. Vijf. Ik wil nog even de samenvatting afmaken. Het eerste team en het tweede team. Stellen op verzoek. Van die coördinator. Dreig analyses op. Ook voor de burgerluchtvaart. En dat betreft nationale luchthavens en inkomend en uitgaand vliegverkeer. En hier staat een hele vieze Nederlandse fout, denk ik. Want uitgaand vliegverkeer is denk ik één woord. Want hier staat... Dat wordt een... Nationale luchthavens en vliegverkeer, comma, ja, inkomend en uitgaand. Ja. Ja, dat kan ik ook verzinnen. Ja, een vliegtuig, die kan niet alleen maar inkomend vliegverkeer hebben, snap je? Dan staat binnenkort de hele Haarlemmermeer vol met vliegtuigen. En Nederlanders, die vliegen ook niet de hele tijd terug.
Om een Nederlander terug te laten kunnen vliegen, moet hij ook een keertje naar buiten kunnen vliegen. Want dit is tautologisch taalgebruik. Dit wordt gewoon tegen jullie gewoon poep in je hoofd. De AIVD rapporteert. Dat staat hier. De twee teams rapporteren. Ja, meer kan ik er niet van maken hoor. Als jij denkt dat hier meer in zit als wat ik net zei, dan wil ik gewoon een mail van je. De twee teams rapporteren. Dat is het antwoord op dit. Dit is de vraag. Dit is de vraag. Dit is het antwoord. De twee teams rapporteren. Dat is mooi. Het eerste team, team A, heeft verder. Wacht eventjes. Heeft verder contacten met de burgerluchtvaart, waaronder Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Oké. Dus ze hebben dus toch contact met buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. Dat doen ze dus wel. Aan die hele club, aan alle luchtvaartmaatschappijen, verstrekt team E op vraaggestuurde basis informatie uit zijn onderzoeken. Precies. Dus, het antwoord is, als een luchtvaartmaatschappij vermoedt dat het misschien onveilig is om te vliegen over Oost-Oekraïne, dan kunnen ze ons altijd bellen. Tenzij we natuurlijk aan het borrelen zijn voor het periodieke overleg met de luchthaven van Mechelen. Hoe ver gaat het eigenlijk? Gaan we ook met de luchthaven van München overleggen? En die van Hamburg? De Gdansk. Ja, dan zijn we er even niet. Kortom, we willen wel. Kijk, ons team A wil best wel vertellen van. Dat moet je niet doen, jongen. Maar dan moet je ons wel even bellen. De AIVD, die gaat, team A, die gaat dat niet aan de grote klok hangen. Ja, dan kunnen ze team M van de MIVD lelijk mee in de wielen rijden. Want die hebben hun eigen plan, snap je? Allemaal een beetje meewerken. Team M, tweede team, heeft alleen contact met de KLM. Sorry, ik moet echt even lachen. Oké, dus de militaire inlichting en veiligheidsdienst. Die hebben alleen maar die. Als iemand belt van Air France, dan moet hij echt zeggen: ja, maar je suis de Air France, le partner, de KLM. En dan wil de MIVD misschien zo iemand nog wel te woord staan. Moet je wel mazzel hebben. En ook daar geldt gewoon dat. Je moet vragen gestuurd stellen. Je moet een vraag stellen. Ze gaan niet uit zijn eigen vertellen. En wat er aan de hand is. De MIVD doet dat niet. Dat is Amsterdamse ook namelijk. En de AIVD doet het ook niet hoor. We vertellen gewoon helemaal niks. Je moet ons eerst vragen. Ja. En wanneer had men dat moeten vragen? Ja, vertel me maar. Het is allemaal de schuld van Schiphol of weet ik veel, Malaysia Airlines. Malaysia Airlines had gewoon eventjes met de AIVD moeten bellen. En hadden ze gewoon geweten dat ze dat niet hadden moeten doen. En Malaysia Airlines was zo stom om dat niet te vermoeden. Maar Malaysia Airlines had namelijk een eigen team A en team M moeten hebben. En ze hadden gewoon zelf moeten weten. Waar zijn ze anders luchtvaartmaatschappij voor? Je moet toch op de hoogte zijn van oorlogsdreigingen als luchtvaartmaatschappij.
Ja, en als Malaysia Airlines het verdomd om te bellen, ja, kan je ons niks verwijten. Daar komt dit op neer. Ik ben gelukkig bijna klaar met de samenvatting. Hoi. Hier komt weer een vraag. Het slaat helemaal nergens op dit hele... Ja, dit is al een bullcrap. Op grond van eigen beleid van de beide diensten... Ja, is dat trouwens... Beide diensten hebben een eigen beleid. De twee teams... bepalen zelf... De twee teams bepalen zelf wat ze vertellen. Wat ze doorgeven. En dat of het doorgegeven moet worden, dat doen zij aan de hand van een model. Een verzameling van feiten. Of ze die twee diensten iets doorgeven, bepalen zij op basis van informatie. Dus de teams die kijken eerst naar de informatie en dan denken ze, nee. Nee, dat hoeven we niemand te vertellen. En de toezichthouder, dus de commissie, die vindt dat gewoon een heel goed uitgangspunt. Er is niks doorgegeven, maar dat was helemaal terecht. Wat wisten de twee diensten voor het neerstorten over de veiligheid van civiele vliegtuigen? Civiele vliegtuigen boven Oost-Oekraïne. En hebben zij deze informatie met externe partijen gedeeld? De commissie heeft als enige instantie buiten de diensten toegang gehad tot al het materiaal waarover de twee diensten voor het neerstorten beschikten. Dus voor 17 juli moet hier eigenlijk staan. De crash, het gaat gewoon over 17 juli. Dus al het materiaal wat voor 17 juli voorhanden was, dat heeft de commissie gezien. Oké. Er was geen concrete dreiging voor de burgerluchtvaart. Uit de informatie bij de diensten blijkt niet dat bij één of meerdere van de actoren die betrokken waren bij het conflict in Oost-Oekraïne voor het neerstorten sprake was van een combinatie van militaire middelen. Wat is dit? Ik wil dat nu weten. Wat is een combinatie van militaire middelen? Was toch één bukraket of niet? Mogelijkheden en intentie gericht op het neerhalen van een vliegtuig op kruishoogte. Nou goed, we hebben alles gezien waar die jokers over beschikten. Dus we hebben alles van de M-team, als je eerst met A beginnen. Het alle informatie van het algemene team en alle informatie van het militaire team hebben ze onder ogen gezien. Nou, ze konden het niet geweten hebben. Ja, toch heb ik echt in de krant gelezen dat ze dat van tevoren wel wisten. Hieruit volgt dan ook. Ja, dan ook mag je weglaten. Hieruit mag je ook weglaten. Je kan ook gewoon zeggen, onze twee teams
hadden geen reden om iets te melden. Want ze wisten gewoon helemaal geen drol. Dat zeggen ze eigenlijk. Dus dat A-team, dat is het eerste team, het algemene team en het militaire team wisten van tevoren helemaal niks. Het was een donderslag bij heldere hemel. Raar verhaal. Aanbeveling. Dat is het laatste stuk van de samenvatting. En wat ze hier gaan zeggen, ik ga die tekst heb ik nog niet gelezen. Maar wat ik nu al weet, is ze gaan gewoon vertellen van we hebben iets meer BTW nodig. Een BTW van 21%, dat is een soort armoedzaaierij. Het moet iets meer, 23%. Zo. En dan kunnen we de volgende keer, gaan we gewoon wel, als we weten dat ergens oorlog is en we krijgen een seintje van diplomaten en lalala, dan geven we dat gewoon netjes door. En dan moet Schiphol, en niet alleen Schiphol natuurlijk, maar ook Rotterdam Airport en Eindhoven Airport en Eelde, al die ja. Bij Lelystad kan je misschien ook wel opstijgen. Weet ik veel. Maar dat dan wel even van tevoren gecheckt wordt van, hey, niet doen. Want daar zijn ze aan het knallen. En ze kunnen je de lucht uitknallen. Nou, wat gaan ze dan zeggen? Gelet op de discussie in de internationale gemeenschap en in de Nederlandse samenleving na het, nou, ik zeg toch het neerstorten, om de informatievoorziening in het kader van de veiligheid van vliegroutes te verbeteren, vinden wij het wenselijk dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen voor hun vragen op het gebied van de veiligheid van buitenlandse vliegroutes, het is een vieze, terecht kunnen bij één loket voor beide diensten. De oprichting daarvan draagt bij aan een verdere verdieping van de samenwerking op dit gebied tussen team A en team M en aan de uitwisseling van informatie met de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Staat het weer. Maar het was voorheen niet alleen de Nederlandse. Waar hebben het over? Het gaat toch om die luchtverkeersleiders? Die piloten, die willen toch ook gewoon, als ze naar Kuala Lumpur gaan vliegen, wel een beetje nasi goreng kunnen eten na afloop. En niet dat ze half doorgespleten ergens in een boerenschuur liggen. Met een geit die aan hun schoen loopt te knabbelen. Om het maar zo vrolijk mogelijk te zeggen. En gelet op de discussie. Ja, hoezo de discussie in de internationale gemeenschap en in de Nederlandse samenleving? Kijk, er zijn twee. Nee, ik heb een hele goede grap. Er zijn twee. Bijna twee. Er zijn bijna 200 Nederlanders dood. Ik laat even een stilte vallen. Is dat een discussie? Of zijn er bijna 200 Nederlanders dood? Daar is toch geen discussie over mogelijk? Wie heeft dat op zijn geweten? Dat wil ik weten. En de rest, de discussie in de internationale gemeenschap. Nou, persoonlijk, dan ga ik geen vieze woorden zeggen, maar die zou ik wel willen zeggen. Maar het interesseert me niet heel veel wat de internationale gemeenschap erover heeft te zeggen. Als de internationale gemeenschap moet meediscussiëren om ervoor te zorgen dat als ik een ticket koop, dat Schiphol weet of die route wel veilig is. Dan moet Engeland over gaan discussiëren? Oh ja joh, waarom?
Of zijn wij Nederlanders gewoon allemaal, ja, zijn allemaal nazaten van Vladimir Poetin? Wij hebben gewoon het lef verloren. We doen alleen nog maar, Vladimir Poetin, die heeft dan zwarte band karate. En dat vindt hij dan heel goed. En dan gaat hij dan ook echt op, wordt er een PR-show gemaakt dat hij een zwarte band heeft. Dat is net alsof ik de politiek inga en dan zet ik een filmpje van mezelf op YouTube. Ja, dat ik heel mooi gitaar speel of zo. Alsof je daar wat aan hebt. Maar dat is het gewoon. Wij laten ons als Nederlanders gewoon ontzettend afzeiken. Terwijl wij de allermooiste taal ter wereld spreken. Ik zeg het je echt eerlijk hoor. Het is geen mooiere taal dan Nederlands. Hooguit Noors komt in de buurt. Maar wij Nederlanders hebben wel het een en ander gedaan. Meer dan de Noren. En trouwens, die Noren die zijn hier naartoe gekomen. Ik ben ook van Vikingsbloed. Maar wij praten de mooiste taal. En wij zouden beter moeten weten. En deze poep, die zouden wij niet mogen eten. En zo is het. En we krijgen het toch gewoon door onze strot geduwd. En het kost klauwen met geld. Er is een oplossing voor. En dan zeggen we gewoon tegen die mensen van nou, hou al je spaargeld maar. Je mag alles gewoon hebben, alleen we betalen je niet meer maandelijks. Daar stoppen we mee. En we betalen je nog wel, bijvoorbeeld Ivo Opstelten. Als Ivo Opstelten echt iets heel moois doet, nou, krijgt hij van ons gewoon een kasie, een cashie, een cash. Maar dan moet hij wel wat moois doen. En niet meer gegarandeerd. Qua inkomen voor Ivo Opstelten. Want dit is de bagger die Ivo Opstelten, et al heet dat. Dat is een wetenschappelijke term. Betekent Ivo Opstelten en de zijne ofzo. En Ivo Opstelten en je weet wel wie ik bedoel. Ivo Opstelten en zijn team. En dat moet dan maandelijks betaald krijgen om deze bagger te maken. En nu maar wachten op het MH17 stuk van 2016. Want die van 2014 hebben we gehad. En die van 2015 moet ik nog erin op pagina 38. Ik weet echt niet wat ik had gered. Misschien wordt het wel te saai. Ik weet niet of ik de humor kan blijven vinden. Maar ik vind het wel heel erg lief van jullie. Dat jullie dit uitgeluisterd hebben. Dat je stil hebt willen staan bij de waarde van je eigen mens zijn. En de mooie taal die je spreekt. En dat je die taal ook heel erg mooi kan gebruiken. Het is een kunst. En deze mensen, ja, wat moet je ermee? Het punt is, als je ze in leven laat zoals ze nu zijn. Ik weet niet of jij daar genoeg geld voor hebt. Want dit zijn rupsjes, nooit genoeg. Die blijven maar eten. En een vlinder worden ze niet. Geloof me maar. Maar reuze bedankt dat jullie dit uitgeluisterd hebben. En op zijn Duits. Want misschien zat er ook wel een Duitser bij de MH17. Je weet het niet. Maar dan zeg ik tjus. Dag lieverds.